Als je intensief en langdurig zorgt voor een naaste, ben je mantelzorger. Je kiest er niet voor om mantelzorger te zijn. Het overkomt je. Het geeft voldoening wanneer je dit voor iemand kunt doen, maar het kan ook een grote impact hebben. Het kan voelen alsof je hele leven in het teken staat van de zorgtaak. Alsof je geen tijd hebt voor andere dingen die voor jou belangrijk zijn. Je werk en je omgeving kunnen hier behoorlijk onder lijden. Hulp vragen en accepteren is vaak lastig. Je wilt mensen niet belasten. Het kan gebeuren dat mensen juist verder van je afkomen te staan. Mantelzorgers voelen zich verantwoordelijk voor de zorg die ze uitvoeren. Lichamelijk en geestelijk kan het zwaar zijn. Je maakt je zorgen om de ander, twijfelt of je het wel goed doet. En wat nou als je uitvalt? Mantelzorgers hebben regelmatig adempauze nodig. Het kan helpen om de zorg tijdelijk over te dragen aan een vrijwilliger of professional. Deze vervangende zorg wordt respijtzorg genoemd. Inzetten van respijtzorg kan voor enkele uren per week of een vast aantal dagen per maand. Een adempauze voor jezelf geeft tijd om op te laden en energie om daarna weer voor de ander te zorgen. Respijtzorg kan thuis en buitenshuis plaatsvinden. De mantelzorger heeft dan zijn handen vrij om even te ontspannen of dingen te doen waar hij niet aan toe is gekomen. Mantelzorgers kunnen gebruik maken van verschillende vormen van respijtzorg. Als mantelzorger weet je als geen ander welke zorg nodig is voor je naaste. Het uit handen geven van de zorg is spannend. Het is belangrijk dat de zorg past bij de situatie van de mantelzorger en zorgvrager. Voor respijtzorg zijn vergoedingen mogelijk. Soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. Informeer eens bij Mee Mantelzorg of een WMO-consulent van de gemeente naar de mogelijkheden die op jouw situatie van toepassing zijn. Mantelzorg is mooi, maar zorg ook goed voor jezelf. Meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in de Hoeksche Waard vind je op helpmijzorgen.nl/hw of meemantelzorg.nl.